Het Openbaar Ministerie heeft in een persbericht de lijst met gestolen wapens uit de wapenkamer van ex-president Desi Bouterse vrijgegeven. Er is op 23 juni jongstleden aangifte gedaan bij de militaire politie over diefstal van wapens en munitie. Het betreft in deze diefstal van 3 Steyr rifles, 2 RPG granaatwerpers, 2 multifunction heavy machine guns, 25 AK-47 geweren, een mitrailleur, 5 karabijnen, 6 Taurus pistolen en een Browning pistool. Deze zaak wordt onderzocht door een speciaal team bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie, de Militaire Politie en het Korps Politie Suriname. Inmiddels is Bouterse bij procesverbaal gehoord over de aangifte. Alle mogelijke getuigen als medefunctionarissen belast met het wapenbeheer van het Nationaal Leger zullen zoals het procedureel gebruikelijk is ook gehoord worden. In de nacht van 29 juli op 30 juli zijn er 4 verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met deze zaak.